ancora sfoffi in America. Buying on credit is so nice. They charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Weten jullie eigenlijk wel hoe slecht dat voor je is, al die friet? Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. Dit vind ik allemaal leuk gedaan, die staan ze allemaal op zeker. Ja, iedere examenkandidaat. En in plaats van een balkoffer is het niet. Haal zie. Ja, maar wij zijn er twee. Jelle en Loosje, die komen in de voorkant van de 100 wedstrijd, zijn in de verre eerste. Mijn kleinste, mevrouw Groteboer. En dan bestaat de man die zei dat hij helemaal niet zou zijn. Zijn vegetarische worsten. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Mevrouw Groteboer eet, we moeten nog van groeien, kom op! Aans en al die andere roze vlaggen. Jongens! Volgens mij heeft u 4 op. Ik kom er even bij. En meneer, hoe voelt dat nou om gewoon alsnog te winnen terwijl niemand het door had? Maar helemaal kapot te eten en dan naar het vijf? Niks. U mag al deze lekkere hotdogs mee naar huis nemen en u heeft de hotdog race gewonnen. Het staat duidelijk, de noordbrand roos, dus we gaan deze leraren die hier voor ons zitten even wat extra in het zonnetje zetten. Als meneer Van der Wal iets uitlegt, lijkt het toch echt wel degelijk of er iets Chinees op het bord staat. Een net colbertje, gelikte schoenen en misschien net iets te gelikt haar. We gaan zelfs geruchten dat u uzelf in een handstand positie 's ochtends in de frietpan laat zakken om zo uw gelikte haartjes voor elkaar te krijgen.
Maar nadat hij vorige week gebak ging halen voor ons in de pauze tijdens de laatste les, vinden we hem eigenlijk al een hele lieve man. U houdt natuurlijk heel erg van wiskunde. Het gaat zelfs zo ver dat u uw snor een tijd lang heeft gebruikt voor het worteltrekken. U bent super toegewijd en dat merken we natuurlijk altijd omdat u super op tijd in de lessen bent. Wist u trouwens dat de vrouwelijke leerlingen u een erg knappe man vonden? Ja, meneer Anten, wat zal ik je zeggen? Zullen we beginnen bij uw skipak? Die ziet er natuurlijk uit alsof u net van de opnames van New Kids bent weggegaan. Een portret van zijn schoonmoeder heeft hij ook een keer gemaakt. Wat heeft u er zelf over te zeggen? Vindt u het nou zelf een mooie schilderij? Ja, bijna Picasso. Ja, bijna wel. Nou, ik vind het heel knap dat u zo kan schilderen. Ja. Meneer van Stipper niet aanwezig, maar wij zorgen dat het award bij hem terecht gaat. En laatst hoor. Meneer Van Rollen. En als laatste genomineerd in de categorie meeste potentie op een datingsite is... Docent met de meeste masters. Meneer Van Acht. En de winnaar is... Tom Houdt het spannend. Meneer Spannend. En wat ik tegen jullie wil zeggen is dat jullie in ieder geval ontzettend veel werk hebben geleverd. Ja, jullie mogen er ook bij, zeker. Jij niet vergeten. Ze hebben alles keurig overlegd van tevoren. Hier hebben wel weken, misschien zelfs maanden voorbereidingen gezeten. Als ik terugdenk aan vandaag, dan zie ik heel veel leuke activiteiten waarbij ze ook aan jullie allemaal hebben gedacht. Ze hebben het braaf gehouden, vind ik ook heel erg fijn. Bedankt daarvoor. Iedereen gaat met een gerust hart straks binnen huis. Respect voor jullie dat jullie het zo gedaan hebben. En als ik mijn collega's mag geloven, dan is dit toch wel een van de betere stunts ever. Dus wij zijn trots op jullie. Bedankt.